In de Prins Hendrikstraat staat Noberschap hoog in het vaandel. Al meer dan 20 jaar hangen ze zelf de winterfeestverlichting op. En bijna alle bewoners uit de hele straat doen mee. Buurvrouwen schenken koffie en er wordt een hoogwerker gehuurd. Kijk hoe ze dat doen. Dit is een traditie eigenlijk, dat doen we ieder jaar. Dan doen we de winterverlichting hangen we op. En we maken met de bewoners de straat helemaal schoon. Alles wordt aangeveegd en schoongemaakt. En het is een beetje voor met de bewoners in contact komen met elkaar natuurlijk. Bij mij weten doen we dit ongeveer vanaf 1998. Ja, ieder jaar dan eerst was er kerstverlichting. Nou is, noemen we het winterverlichting, maar goed, het maakt allemaal niet zoveel uit. En daar zijn we dan mee bezig. Ja, dat kost best wel wat. We hebben nu ook een hoogwerker, maar met steun van St. Joseph, de woningstichting, hebben we dit weer voor elkaar gekregen. Daar zijn we zeer dankbaar voor, want anders is het natuurlijk ontzettend werk. Want we hebben dat in het verleden wel met ladders allemaal gedaan, maar ja, we worden ook allemaal een dagje ouder. Het is niet meer zo gemakkelijk. De dames die helpen ook mee op de straat. En er zijn een groepje dames die zetten koffie en die halen koek, Lubbes, bakkerij Lubbes, die sponsort ons. Hoe heet die slagerij Otten? Die regelt ook altijd hapjes. Daar zijn we zeer dankbaar voor. Het is meer een heel straat gebeuren. Ongeveer een jaar of, weet ik niet precies, 6 geleden, toen is de hele week was in lichtje. Heeft ook Sint Joseph mee geholpen. Maar je moet wel mensen hebben die daar ook blijven oppakken. Want ja, gebeurt er niet, dan gebeurt er niks. En helaas zijn de andere straten zijn een beetje afgehaakt. Maar wij doen dit al zo lang. Vorig jaar is het overgeslaan. En dat vonden toch mensen ontzettend jammer. En daarom hebben we dit jaar toch maar weer opgepakt. Dit jaar was het Herman Rikmanspoel die er weer mee begonnen was. Henk Grothuis, die was van het begin altijd er al bij. Benny de Jong, Piet Nijhuis. De jeugd hebben we nu Frank, Dennis. Ja, er zijn zoveel mensen eigenlijk. Eigenlijk de meeste uit de buurt. Vorige week hebben we een briefje persoonlijk afgegeven bij de mensen. Dat we dus verlichting weer op zouden hangen en de straat aan zouden vegen. Nou, het is niet verplicht, maar ik ben blij met zo'n grote opkomst.